Ik ben Monique, coördinator van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. Dit is onze Demi. Demi is een Argentijnse dogkruising van 6 jaar. Demi heeft hier al eens gezeten en is bij ons vandaan geadopteerd geweest. Maar helaas weer teruggekomen omdat haar eigenaar door persoonlijke problemen niet meer op haar of voor haar kan zorgen. Het is wat anders gegaan dan dat we allemaal hoopten. Nu zijn we weer op zoek naar hopelijk het laatste plekje voor Demi. Want ze verdient echt iemand die voor haar kan gaan. De oude eigenaar wilde dat wel, maar het ging niet meer. Toen kwam ze met een omweg bij ons terecht. En nu wil ze aan de wandel. Ze wil heel veel aan de wandel. Ze wil weg. Ze wil weg hier, maar ze wil ook weg als in lekker lopen, lekker bezig zijn. De weg op, dat is ze ook gewend. Veel op straat, veel wandelen, veel doen, veel mee. Ze heeft dan ook wel wat moeite met het alleen zijn. Niet dat het niet kan, maar dat zal wel weer opgebouwd moeten worden. Ze vindt het hier in de kennel echt niet leuk. Andere honden, ja, de ene vindt ze leuk, de andere zeker niet. Dus dat is voor haar ook een dingetje om goed naar te kijken. Zij geeft het echt wel aan. Op het moment dat ze ze niet aardig vindt, dan krijg je niet zo'n ontspannen, kwispelende, piepende hond. Dan krijg je echt een hond die naar een andere hond uitvalt. Wij denken niet dat ze bij hele kleine kinderen kan. Niet omdat ze die wat zou doen, maar ze is zo lomp. Het is bijna niet te doen. En kinderen omverlopen, ja, dat is heel pijnlijk voor een kind. Verder een huishouden waar veel tijd voor haar is. Waar veel ruimte is qua tijd en qua aandacht. En waar iemand is die begrijpt dat een hond gewoon even tijd nodig heeft. Vooral met de dingen die zij heeft meegemaakt.